Hallo, ik ben Robert Habers. Ik ben hier ook wel bekend als Station 7 op de Rode Ridder Wiki. En ik ben hier de Rode Ridder vlogger. Vandaag gaan we 10-jarig jubileum vieren van de Rode Ridder Wiki. Maar eerst wil ik wat nieuwtjes melden. Vandaag, nou ja, ik bedoel 2 dagen geleden, was het nieuwe Rode Ridder album gekomen, Gedoemd. In dit album beleven Johan en alles weer nieuwe avonturen. Dus dit album is 2 dagen recent uitgekomen. Daarnaast is ook Rode Ridder fan Martin Hofman morgen jarig. Hij wordt morgen 60 jaar. Dat is een mooie leeftijd. Al. Dus ja, alvast gefeliciteerd namens de Rode Ridder Wiki, Martin. En nog vele jaren. Ook is er op 22 mei is er ook nog een vroegere Rode Ridder fanjaar. Ik weet niet of ze nou nog Rode Ridder fan is. Maar ze heet Ellen van Bavel. En dat staat ook wel in de Orde van de Rode Ridder. Clubblad nummer 3 uit 1990. Hierin staat al heel snel op de eerste bladzijde. Dus op 22 mei werd geboren een Rode Ridder fan genaamd Ellen van Bavel. Op 22 mei 1978. Ik weet niet of ze nou nog Rode Ridder fan is, maar ze was het tenminste zeker ten tijde van de Horstperiode toen met Karel Bidelo. Nou, ik wilde in 2019 een speciaal Rode Ridder project starten. Dat om de Rode Ridder natuurlijk draaide. Maar dan wilde ik wel iets vinden dat iets voor mezelf echt was. Dus toen dacht ik eerst aan een boek. Maar ja, daar kwam zoveel bij kijken. Dat vond ik een beetje te veel worden. Dus toen gaf uiteindelijk Tom Lauritsens. Dat is ook een tekenaar. Mij het idee om zo van Robert. Waarom vraag je niet andere tekenaars om gratis deel te nemen aan een project over de Rode Ridder, getekend door andere mensen die niet gerelateerd zijn aan de Rode Ridder in zijn geheel? Dus toen dacht ik, ja, willen die daar wel en zo? En ja, staan ze daar wel voor open? Dat dacht ik ook. Ja, wie weet wil niemand het wel. Ja, maar verbazingwekkend heb ik toch wel heel veel positieve reacties gehad van tekenaars. Ja, ja, sommigen hebben het, vonden het een cool idee of een leuk idee. En sommigen die hadden het gewoon te druk met hun baan. En dat respecteer ik ook natuurlijk. Maar die konden niet. Dus uiteindelijk is er toch goed nieuws. Want 16 deelnemers doen eraan mee. En ja, ik ben blij dat ik kan aankondigen dat ik al op dit moment 7 tekenaars kan aankondigen. Een 8e tekenaar is momenteel aan het tekenen. Ze heeft inkleuren en tekening. Gewoon gedurende het project. En de andere, daar hoor ik vast wel later nog iets van. Maar ja, gedurende deze coronacrisis heb ik niks in de hand natuurlijk. Dat snap je ook wel. Dus ja, maar intussen 16 mensen hebben zich aangemeld voor het project om mee te doen. En anderen, ja, die kunnen het helaas pas na dit vlog doen. Of een iets latere periode gewoon, ja. Maar ze willen wel graag meedoen aan dit project. Dus ja. Dus ik onthul ook niet hun namen. Ik onthul alleen de namen in dit vlog van de mensen die meedoen aan dit project. En niet aan de mensen die gezegd hebben dat ze wel meedoen. Maar gewoon pas later kunnen. Dat is, ja. Alleen de mensen die meedoen, die al klaar zijn met een tekening, onthul ik op dit moment. En dit project is al gestart vanaf 2019, al heel vroeg. En ja, en Ralf Dikmans en Tom Lauritsens gaan mij de aanlegger toetsen van Robert. Vraag maar andere tekenaars, zo van ja. En ja, dat vonden de meesten toch wel heel leuk, ja. En ik vind trouwens ook een goede plek voor mij om weer een beetje promotie te maken voor deze tekenaars die wel, ja, wel wat meer
die ook hun lof verdienen. Maar ja, nou verdient elke tekenaar. Maar al wil je niet meedoen aan een project, heb ik er vrede mee. Maar dat is ieder zijn of haar keuze. En ik snap, de een ziet het anders in als de ander. Maar het is gewoon een gratis project. Dus ja, omdat ik niet op stripbeelzen kom en omdat ik moeite heb met drukte. Dus ja, zodoende is dit project tot stand gekomen. En ja, ik moet zeggen, het is een heel leuk project geworden, ja. Met dank aan alle tekenaars. Eén tekenaar, die heeft mij zelfs nagetekend. Ik heb ook nog een andere tekenaar gevraagd om mij na te tekenen. Maar ja, ik onthul ze daar één voor één. Als een soort van spelletje. En ja, met nummers. En dan zeg ik er een beetje bij wat ze doen. Waar je ze van kent of wat ze doen. En dan ga ik zo weer verder. Dus ja, ik ben wel blij dat ik eindelijk kan onthullen wat het project inhoudt. Want het heeft wel ontzettend lang geduurd wat ik nou kan zeggen wat er nou in de map zit. En dat zijn dus, het is gewoon een Rode Ridder fanproject. Er is geen geld, geen niks. Gewoon een fanproject aan tekenaars mochten meedoen. En nog steeds mogen meedoen, want het project loopt nog lang door. Het project loopt nog langer door, ondanks de coronacrisis, dus ja. Ja, het project was al bezig voor de coronacrisis, dus ja. Dat had ik niet in de hand. Dus ja, sorry, dat was even de postbode, zo te horen. Maar goed, om eventjes verder te komen op het project. De eerste tekenaar, ik ga nou één voor één de tekenaars onthullen. En ja, ik vind het een heel geslaagd project. Dus ja, nou is het tijd om de tekenaars te onthullen, één voor één. En de eerste tekenaar die ik ga onthullen is... Jawel, Ralf Dikmans. Die heeft ook meegedaan aan dit project, ja. Zoals ik al zei, Tom Lauritsens en Ralf Dikmans. Die gaan mij de aanleg om mee aan dit project te doen. En Ralf Dikmans heeft deze tekening gemaakt. Ralf Dikmans had bij mij net nummer 2. Er zijn 7 tekenaars die ik onthul tijdens dit vlog. En een 8e komt er later aan. Ralf Dikmans heeft deze tekening gemaakt als hommage. Het is, ook een hommageboek voor de Rode Ridder. Dus dit is een ingekleurde versie en de schets. Met Bahaal, Galaxa... En Johan natuurlijk. Op de wijze zoals hun het zien. Zoals de tekenaar het ziet. Dus ik... Ja, het is ook heel leuk. Dus zie je andere versies van de Rode Ridder. En ja, dat is wel leuk. Dus Ralf Dikmans... Die had eraan meegedaan. Ken je ook wel van Andersman de strip? Andersman. Komische strip. Heel veel cameo's komen erin voor van tekenaars en zo. Dus ja, er lopen momenteel 5 delen. En ja, daar ken je hem van. Nou, dan ga ik de volgende naam onthullen. Dat is... Nummer 4 is Hans Harleman. Hans Harleman, dat is ook een tekenaar. Die tekent vooral bierveeltjes. Ik noem hem ook gewoon een bierveeltjes tekenaar. Hans Harleman heeft ook meegedaan aan dit project. Sommige tekeningen zijn ook onthuld op Facebook. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Maar niemand wist natuurlijk wat het inhield gelukkig. Omdat, ja, ondanks dat ze mij taggen, ik gewoon mijn mond hield. Dus het bierveeltjes tekenaar Hans Harleman heeft ook meegedaan aan dit leuke project. Nou, dan gaan we de volgende naam onthullen. Dat is nummer 7. Dat is Bruno de Rover. Bruno de Rover heeft ook meegedaan aan dit project. Bruno de Rover. Waar ken ik die naam van? Oh, wacht. Die heeft aan, natuurlijk, Jerom gewerkt. Jerom, de spin-off van Suske en Wiske. En heeft deze tekening gemaakt. Een brute
Een jongen die in groot gevaar is. En heeft er zelfs, hij heeft zelfs een computer gemaakt hier. Met een soort van muis, een monsterige muis. Als energieinsteker. En het staat hier 10 jaar Rode Ridder Wiki. Gemaakt door Bruno de Rover. Die had hij aardig snel gemaakt. Bruno de Rover. We gaan de volgende tekening onthullen aan de tekenaar. Het is nummer 5. Dat is Luc Martens. Luc Martens, die ken je ook wel van de strip Verminkte Vleugels. Dit is verder een hele aardige tekenaar. En het leuke van deze tekening is, jawel, ik moet hem toch andersom houden. Ik weet niet of ik anders problemen krijg op Facebook, maar goed, ik bedoel op YouTube, maar dit is een tekening van de Rode Ridder, het magische slot. Hij heeft hier ook een ongecensureerde versie van, maar die toon ik me niet hierop. Maar hij heeft hier ook een gecensureerde en een ongecensureerde versie gemaakt. Dus een hele mooie tekening. En de ongecensureerde tekeningen, die kun je wel bij mijn privé vragen. Maar die toon ik toch maar niet op YouTube. Anders wordt de video misschien verwijderd. En hier is het maagdenslot. Een hommage dus van Luc Martens. Nou, we gaan de volgende tekenaar onthullen. We hebben er nog maar 3. Dat is nummer 6 en dat is Fabio Bono. Ja, Rode Ridder tekenaar Fabio Bono heeft meegedaan aan dit project. Ook hij, ja. Fabio Bono ken je van de Rode Ridder en Darwin. En nog een stripreeks wiens naam ik even kwijt ben, maar die staat op de site. Maar het leuke van Fabio Bono is, ja, ik heb de originele tekening ook. En dat komt ook omdat ik de originele pagina van de Rode Ridder heb waar ik zelf in sta. Dus toen dacht hij, hier heb je de tekening van mij als Rode Ridder, getekend door Fabio Bono. En ik ben er wel heel blij mee. Deze heeft Fabio Bono gemaakt. Mij als Rode Ridder. En daar is ook nog een ingekleurde versie van. Het leuke van die tekening is ook. Weten jullie nog dat ik zei van een cameo? Daar ben ik niet zomaar te weten wezen komen. Want eerst had ik Fabio Bono gevraagd of hij ook mee wilde doen aan het project. En dat wilde hij ook. En daardoor wist ik ervan dat er iets zat te komen bij dit album. Dus het heeft wel een kleine geschiedenis hoe ik van het een naar het ander ben gekomen. Want had ik niet, ja, ik weet niet wat er was gebeurd, al had ik niet in die tekening gevraagd om of hij wilde meedoen. Want wie weet had ik dan toen wel niet geweten dat ik in dit album zou komen, pas tot het standaard uitgeverijfroddel zou verschijnen. Nou, dat is dat. En dan gaan we weer vrolijk verder. Nog maar 2 nummers. En dan pak ik nummer 1, dat is Rutger Gret. Die naam kennen jullie waarschijnlijk wel als de Dutch Lucky Luke cosplayer. En die heeft ook meegedaan aan dit project. En daar heeft hij laatst live getekend op Facebook. Ik doe het hem niet na, maar en ook het cosplay niet. Maar hij heeft hier laatst de Rode Ridder getekend door Rutger Gret. Samen met zichzelf in de achtergrond. Dus dat is wel leuk. Dus deze is ook niet ingekleurd. Dat hoeft ook niet. Dus die heeft ook meegedaan aan dit project. En last but not least hebben we nog 1 tekenaar over. En ik heb zijn naam al eerder genoemd net. Dus nummer 3 is Tom Lauritsens. Tom Lauritsens, die is dat hij een ontzettende grappenmaker is op Facebook, is zijn vader ook een tekenaar. En hij had voor mij ook 1 tekening gemaakt. En daar zegt de Rode Ridder, waar zit Robert nu? En deze heeft Tom Lauritsens gedaan. Nou, ik heb nou alle namen onthuld en de tekeningen. Maar vanavond om 8 uur komt op Bulldogs Radio, komt een uurtje de Rode Ridder Wiki in belangstelling. En ik ook een beetje.
En ik, ja, staat de wiki gewoon centraal voor 10 jaar de Rode Ridder wiki. En ik dank dus natuurlijk alle tekenaars daarnaast ook voor alle tekeningen die ze tot nu toe hebben hier naartoe gestuurd. Maar ja, maar ik ben nog niet klaar, want ik wil nog een gedicht voorlezen. En het gedicht heeft geen naam, maar het begint zo. Johan helpt alle zwakken en loopt met zijn zwaard in taken. De Rode Ridder gebruikt zijn zwaard in de strijd. Hij neemt niet van ons afscheid. 10 jaar werken aan de Rode Ridder Wiki met kracht. Dat had de Rode Ridder niet verwacht. Behaal komt uit de hel, dat weet Johan wel. Karel Billo tekende Johan vele jaren. Dat zullen Rode Ridder fans zeker bewaren. Met een zwaard in de strijd neemt Johan alles mee voor de waarheid. Nou, ja. Dus, oh ja, ik was ook even het boel. De power hour van Bulldogs Radio is dit. En daarnaast wil ik zeggen dat dit gedicht komt ook nog op de Rode Ridder Wiki terecht. Kan iedereen het nalezen, want ik heb net dus die zin 10 jaar werken aan de Rode Ridder Wiki met kracht. Dat had de Rode Ridder niet verwacht. Had ik net even verkeerd gezegd. Maar ja, dus dit gedicht zal ook te lezen zijn op de Rode Ridder Wiki. En hierbij wil ik iedereen bedanken voor die aan de Rode Ridder Wiki al jaren trouw volgen. Ik wens iedereen nog veel leesplezier en tot de volgende keer. Ja, ik neem dan dit vlog even een korte vlogbreak. En van een paar weken, ik denk 2 weken, eventjes wat rust. Ik heb nog genoeg te doen. En tot de volgende keer. En dan, wie weet, onthul ik dan ook weer meer namen van tekenaars. Maar sowieso waarschijnlijk 1. Maar alles moet met babystapjes nou. Nou ja, sommige dingen. Maar dit is gewoon een heel leuk fanproject. En ik dank alle tekenaars, alle fans, iedereen. Dankjewel en nog vele jaren. En tot de volgende keer. Doei!